Slechte spel. Tot bij Oshkassar. Goeie. En eraan begonnen. En meteen diepe bal van Mazis richting Kilota. Mercier, de Congolees. Kassaini. Buitenkantje voet tot bij Yukotadze. Yukotadze rond de Waas. Met links de terugkeer van Patrice. Het is nog niet gedaan. Bal blijft binnen. Yukotadze wegdraaien bij de Waas. Hier met Mazis gezocht, maar Patrice stond op de juiste plaats. Mazis weer richting Kutadze, die verdwijnt in de rug van Patrice. Alleen Kutadze vooraan moet wachten op steun. Goed verdedigd van Patrice. Goed naar die bal gehuurd van Lille. Vorig jaar werd hij bij Stroen uitgeleend. Patrice schuift eens mee. Patrice is er voorbij. Patrice gaat die bal binnenhouden, terugleggen. En daar de Saar. En aan het doelpunt meteen de 0-1 vanuit Evelyn Leuven. Maar ze doen het daar niet goed bij Serraachteraan. Ze geven daar te makkelijk weg. En dan meteen koud gepakt bij het begin van deze tweede helft. Alexis de Saar maakt zijn tweede van het seizoen. Altijd dierenstap. Zorg Mazis. Dat was moeilijk. En dan hier op een tijd blessure komt nu in de plaats van Kilota. Marius, Kassar valt er weg, maar richting zijn eigen doel. Uiteindelijk Patrice, de Waast. Patrice, goede toet. Bataille, was dat buitenspel of niet van Benson? We gaan het straks pas weten, hij mag eerst een actie maken. Manuel Benson tegen Louis Patrice, goed blijven kijken van de Waal. Ja, dat is knap verdedigd in die 1 tegen 1 situatie. Bal blijft hangen, Benson kan wegwerken. En Keita twijfelt en dus kan Balikwisha oprukken. Het is 1 tegen 1, Bataille is op komst, moet hem nu krijgen. En daar is Patrice, kans verkeken door Antwerpen. En vooral door Michel-Ange Balikwisha. Had hij het zelf moeten doen? Ja, maar dan had hij ook nog werk gehad natuurlijk. Ja, het is logisch als je actiever meedenkt. Is dat dan met recht en reden of is het de Raja? Een beetje van de twee, denk ik. Daar is Patrice, wint het duel en de omhaal van Cenk Oskaçar, denk ik. En een nieuwe hoekschop, een positiespel. En was nodig, anders was hij gezien. Patrice. Mercier. Tamari, geen buitenspel. Het voorbrengen opnieuw. Mark Brijs zijnde tegen je jongens. Ja, je kan ze niks verwijten wat het spel betreft en wat gevaar kreeg. Van de Zwitser. En Verstraten pikt op Benson. Ja, is snel, maar als je nog 180 graden moet draaien, dan wordt het zelfs voor een kwieke Benson moeilijk. Dat was inderdaad een reden. Stond dan met zijn rug naartoe. De ruimte is. Wat zeg ik, Balikwisha. Nainggolan op Emega. Dat is niet aandachtig genoeg. Stijn staat nu centraal door dat inkomen van Ouedraogo. Die staat nu aan de linkerkant van dat centrale trio. Oorspronkelijk zat hij niet op het wedstrijdblad. Was hij natuurlijk. Nu komt die bal er. Maar een beetje te laat. De man nu. Daar zit Patrice tussen. En dan een fout opnieuw. Deze keer Van der Brugge. Ook hij moet bij scheidsrechter Boucault komen. Schrijvers tegen Van der Brugge. Van der Brugge wint het. Wel de moeite. Dat is opnieuw te herdoen in deze wedstrijd met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft. Staartje krijgen. Een paar juridische hangijzers die er zitten aan te komen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Het laatste woord over beide gevallen. Wel heel ondoordacht tackelen
Lopez met een bal naar Matondo en dan is dit geen fout van Tamari. Dit hadden ze beter kunnen uitspelen. Combinatie daar met de Poitiers en Castromontes. Daar komt hij. Goeie voorzet. Antisoudali. Moet een goed teken. Bezos, ja, toch niet helemaal echt goed in de match. Hoor, hoor, dat publiek. Dat is een dansende supporters. De Poitiers er niet. Wel Patrice. Weer op links. Casper de Norre. Het is Soudali. Dus 17 goals dit seizoen. Dat is hem nog niet te vaak overkomen. Hij geeft. Voorzet van. Ja, goed voorzet. Nee, niet. Van Jules Seger was dat. En de nieuwe coach daar heeft ook weinig kunnen klaar krijgen. De man die van Kortrijk naar stond daar. Petraus. Ja, en dan zag je. Ja, die kopbal van Govea. Die raakte niet op zijn bestemming. Doeltrap veel verder dan in het begin van de wedstrijd. Patrie. Patrie tot bij Malinov. En dan zit Donier. Het is een fout van Malinov. Opgejaagd door Bruls. Prima aangenomen door Christian Bruls. En dan Patrie. Meteen naartoe. Maar die aanname, die controle voor Christian Bruls. Op die bal die rot van effect stond. Dat was prachtig. Houdt even de Leuven wel wat groter. Hara. De man staat. Die heeft het zwaar te verduren in de wind. Die mogen verwachten. Daar even orde op zaken te stellen. Hara is de bal kwijt aan Patrie. Kaba zet het lichaam.